Ik ben Arnold Terpstra, projectleider bij Spier Infra. En we zijn hier op het Gemaal in Amuiden. Dit is een onderdeel van het project Noordzeekanaal. Het project is een prestatiecontract bij Rijkswaterstaat. Daarin doen wij het onderhoud aan alle sluizen en bruggen van Amuiden tot en met Schellingwoude Amsterdam. Dit gemaal is het grootste gemaal van Europa met een capaciteit van 260 kubieke meter per seconde. Waarmee het de waterstand regelt in een groot deel van het Holland en een deel van de provincie Utrecht. Als projectleider in dit project ben ik verantwoordelijk voor de voorgeschreven activiteiten. Een voorgeschreven activiteit kan bijvoorbeeld het wisselen van een set sluisdeuren zijn. Binnen die verantwoordelijkheid valt ook het plannen, het uitvoeren en het opleveren van de uiteindelijke prestatie. In de werkvoorbereiding bestaat het grootste deel van mijn dag uit kantoorwerk. In de uitvoering is dat andersom. Ben ik meer op de uitvoeringslocatie. De combinatie daarvan vind ik het leukst. Het is belangrijk om te weten wat er op de werkvloer gebeurt om op kantoor de juiste dingen te kunnen doen. De uitdaging als projectleider is het project goed uit te voeren, veilig uit te voeren, binnen het beschikbare budget en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever. Het leuke aan mijn werk is dat ik voor een groot deel van tevoren niet weet hoe mijn dag eruit gaat zien, buiten mijn vaste afspraken om. Als projectleider is geen dag hetzelfde.